Ik ben Vaal Smits. En ik ben Nelly Smits. En wij fietsen ongeveer 10.000 kilometer per jaar in België en Nederland. Om echt de mooie gebieden van ons land te verkennen. En dit is nu het vierde jaar dat wij toch op de Forza fietsen. Want daar hebben we weer bewust voor gekozen. Omdat we nu voor de tweede maal nieuwe fietsen moesten hebben. Toch weer Forza genomen vanwege de kwaliteit. Maar ook voor de service die ze geven. En de adviezen. Dat vonden wij heel goed. Ja. Nou, wij hebben eerst op de beurs hebben wij toen met die fietsen gefietst. Die vielen ons heel goed. Nou, toen hebben wij ze gekocht. 4 jaar mee gereden. De aantal kilometers van 40.000 zo'n beetje. Nou, toen was het een stuk. Toen hebben we bewust deze weer gekocht. Omdat, wat we al zeiden, de service en de kwaliteit heel goed is. We hadden, in november hadden wij stukken. Nee, oktober hadden wij pech. En toen kwamen ze op de camping, kwamen ze nog. Toen hebben ze het achterwiel nagekeken wat de euvel was. En dat was niet te maken, dat moest naar de zaak toe. Nou, en 's morgens belde Maarten al op dat het een heel dure reparatie zou worden. En dat het dan misschien beter met het aantal kilometers was om een nieuwe, om te overwegen iets nieuws aan te schaffen. Ja, die gaf heel goed advies op hetgeen waar wij dus wouden. En werd hij dus geschikt voor ons vond. Want dat is ook heel belangrijk, als je elkaar een beetje kent. Dat je dan zegt, oh, die fietsen zoveel, die moeten eigenlijk dit hebben. Het persoonlijke advies, doordat totdat hij ons kende, kon hij ook goed adviseren op de persoon zelf. De allerleukste ervaring, die heb ik gehad toen we de fiets kochten. Want toen kwam René ons ook kennis maken met ons. Hij zei, dat is nou de man die de fiets gisteren gemaakt wou hebben, als je vandaag kapot is. Dat vond ik wel een hele leuke. Zolang als de service, de kwaliteit en de afspraken zo nagekomen worden als nu, dan moet je gewoon blijven rijden. Je moet niet veranderen in iets dat goed is.